Thank you.
Goedenavond, gemeente. De kerkraad heet u allen, gemeenteleden, gasten en degenen die op een andere wijze met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Deze dienst wordt geleid door dominee Van de Knijf uit Molenaarsgraaf. De collecten die worden gehouden aan het einde van deze dienst zijn als volgt. De eerste diaconale collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor het kerkrentmeestelijk beheer. We bevelen deze collecten natuurlijk hartelijk bij u aan. De schriftlezing deze avond is uit Psalm 2 en Handelingen 4, vers 15 tot 31. We wensen u en jou een gezegende dienst toe en de voorzang is Psalm 68, vers 1 en 2. Oh.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, gisteren was de landelijke dag van Open Doors, een stichting die zich inzet voor de vervolgde kerk. Dit jaar bestaat Open Doors 65 jaar. Door de omstandigheden kon het niet zoals anders tienduizenden mensen samen zijn, thuis en in een grote zaal. Maar heel veel huiskamers heeft de livestream van Open Doors aangestaan. Verbonden met de vervolgde kerken. Het trof me dat we dit jaar niet samen konden komen. Om rondom de vervolgde kerk te staan. Maar aan de andere kant zaten we veel dichter bij hen dan anders. Vanavond ook, als jij of als u thuis zit. Er zijn heel veel broeders en zusters die dat week in, week uit doen. Thuis zitten. Verborgen. In de stilte, in de dienst aan God. En vanavond willen we rondom hen ook stilstaan. De vervolgde broeders en zusters. En met hen willen we aan het begin van deze dienst belijdend zingen. Er is alleen maar bescherming bij de Heere. Bij hem is de kerk veilig in vervolging en in vrijheid. Psalm 46. We zingen de versen 1, 5 en 6. Psalm 46, de versen 1, 5 en 6. Thank you.
Een van de verhalen uit de vervolgde kerk die gisteren werd verteld, dat was iemand en die geloofde in de Heer Jezus en die vertelde het bij hem op het dorp. Hij werd daarvoor in elkaar geslagen en moest vluchten. Het duurde tot hij hersteld was, maar toen hij hersteld was, ging hij terug. Terug naar zijn aanvallers, om te spreken van Jezus Christus en zijn genade. En er kwam een gemeente. Hoe dat kan? Alleen maar in het geloof. Het geloof dat wij met de vervolgde kerk, de kerk van alle plaatsen en tijden, zullen belijden. En in antwoord op dat belijden zingen we lied 460. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. Dat is waar de vervolgde kerk op bouwt. Het komt er ook voor ons op aan. Dat we dat weten, dat we dat van harte ook mee belijden. En dat je het ook mee kunt zingen, al is het misschien in je hart vanavond. U neemt mij aan, ik ben Gods kind. Dat is geloven. We zingen het met lied 460. En ik nodig jou en u uit om het in uw hart mee te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Thank you.
Laten we bidden om het licht van Gods geest over het woord dat we horen. Laten we bidden. Ja, Heer, op u alleen. En dan ook echt op u alleen stellen wij onze hoop. Want u bent het die voor ons zorgt. Wie anders? U bent het licht. Straal in onze duisternis. U bent de kracht. Overwin onze zwakte. Wij komen tot u, Heere der Heren en Koning der Koningen. Tot u de Almachtige, zoals we beleden. En dan stellen wij al onze hoop en al onze verwachting op u. En dan komen wij in ontzag en in stilte. Want Heere, wie zijn wij? Om tot u die machtige God te naderen. Wie zijn wij om van u het goede te ontvangen? U kent ons. In onze kleinheid. In onze zwakte. U kent ons ook in ons kwaad. In onze zonde. Heere, toch naderen wij tot voor uw troon. Omdat wij zonder u niet kunnen. En omdat uw geest het ons leert om het zonder u ook niet meer te willen. We komen bij u om u te bidden om uw genade. Om u te vragen om de kracht van uw Heilige Geest. Die geest die leven geeft in de dood. Uw geest ook die het leven versterkt en in leven houdt. Heere, dat doet u door uw woord. Vanavond mogen we samen zijn, hier en thuis verbonden, om daarnaar te horen. Om tot eer van u bijeen te zijn. In ons zingen met onze lippen en met ons hart. In ons horen en antwoorden op uw woord, in ons geloven en belijden. In het geven van onze gaven. Wij danken u dat het kan. Dat u ons roept. Dat u ons nodigt. Heer, we doen dat hier met elkaar en met hen die met ons verbonden zijn. En we doen dat met uw wereldwijde kerk. In vrijheid en in gevangenschap. En in deze tijd beseffen wij iets meer wat het is om in de stilte, in de huiskamer, achter de gesloten deur te moeten geloven. We voelen iets mee met die broeders en zusters die dat hun leven lang hebben. Niet voor een virus, maar voor de vijand. En wij bidden u of u met hen bent. En laat juist ook de vervolgde kerk vandaag op de dag van de opstanding van uw zoon iets van die opstandingskracht ervaren. Of ze nu thuis zitten, in de cel, in een werkkamp. Of ze mishandeld worden, dat ze misschien in het geheim nog bijeen zijn. Laat ze iets van u ervaren. We bidden dat ook voor onszelf. Kom, Heilige Geest. In ons hart, in ons leven. En werk uw woord uit. Laat het vrucht dragen. Geef dat het door de kracht van uw geest onze harten raakt en dat het binnenkomt. En ons van binnenuit zal vernieuwen. Naar uw belofte. U hebt zelf gezegd dat uw woord niet leeg naar u terugkeert, maar dat het doet wat u behaagt, waar u vreugde in vindt. Heer, u vindt er toch vreugde in. Als mensen, als zondaren tot u gaan, breng ons dan bij u. Wij vragen dat uit genade, in Jezus' naam. Amen. Samen de schriften openen. We doen dat allereerst in het Oude Testament.
in het boek van de psalmen. En dan lezen we de tweede psalm. Daarna openen we de handelingen. Handelingen 4 vanaf vers 15. We zeggen vaak de handelingen van de apostelen. Beter kunnen we dat boek de handelingen van de Heilige Geest noemen. Gods Geest is aan het werk. En dat zullen we ook lezen in handelingen 4. Maar eerst lezen we psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten we hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekend maken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden van de aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt. En u onderweg omkomt wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Het zijn deze woorden die door de bedreigde gemeente in Jeruzalem worden overgenomen in handelingen 4. Bekende geschiedenis, jongens en meisjes, ik denk dat jullie het ook wel kennen. Petrus en Johannes gingen naar de tempel om te bidden en daar kwamen ze een man tegen die niet kon lopen. De man zat te bedelen om geld en die vroeg, hebben jullie ook wat voor mij? En Petrus zei, nou ik heb geen geld voor je, maar wat ik heb dat geef ik je. Sta op en wandel. Die man kon na jaren weer lopen en de mensen verheugen zich en zijn verbaasd. En dan spreekt Petrus over Jezus. En dan wordt hij opgepakt met Johannes, met de genezen man. En dan moet ze voor de Joodse raad verschijnen. Dan hebben ze hun verhaal gedaan, opnieuw getuigd van de Heer Jezus. En dan beginnen we te lezen, handelingen 4 vanaf vers 15. En nadat zij, de Joodse raad, hun, Petrus, Johannes en de genezen man, bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden ze met elkaar en zeiden, wat zullen we met deze mensen doen? Want dat er een alombekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen. We kunnen het niet ontkennen. Maar laten we, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat ze tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. Na hen geroepen te hebben, gaven ze hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden hen nog meer. En omdat ze niets konden vinden om hen te straffen, lieten ze hen gaan ter wille van het volk. Want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing was verricht, was ouder dan 40 jaar. Nadat ze losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven ze eensgezind hun stem tot God. En zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had, dat er gebeuren zou. Nu dan, heren,
Sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. Toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Zo over de lezing uit het woord van onze God. Te gaan bidden in Jeruzalem, daarbij gebruiken ze de woorden van Psalm 2, omdat ze zich herkennen in die woorden. Met die woorden belijden ze het als mensen strijden tegen de gemeente. Dan strijden ze ten diepste tegen u en tegen uw gezalfde Jezus Christus. Daarmee putten ze direct ook moed. Psalm 2, die zingt erover. Wie zal winnen van God? Al die macht, al die tegenstand van de vijand, hoe imposant voor onze ogen ook. God lacht erom, staat er. Voor God is het geen hindernis. Hij is sterker. Daar zingen we van met Psalm 2, het derde vers, Psalm 2, vers 3. In antwoord op de verkondiging zingen we lied 238. Lied 238 is ons antwoordlied op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Christenvervolging is iets van alle tijden. Je leest het in de Bijbel. De Heer Jezus die zei het al. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook jullie haten. En als je de geschiedenis van de kerk wat doorleest, dan zie je dat de kerk eigenlijk de eeuwen door geleden heeft. En ook vandaag de dag horen we eigenlijk elke week wel weer over broeders en zusters die vervolgd en bedreigd worden. Alleen maar omdat ze Jezus lief hebben.
En wat kunnen wij als kerk in het Westen, als vrije kerk nu voor hen betekenen? Gisteren hoorde je dat in de verhalen ook terug. Als je wat verhalen leest van de vervolgde kerk, dan is het iedere keer weer hetzelfde antwoord. Als er Westerlingen die kant op gaan en met hen in gesprek gaan en vragen, wat kunnen we voor jullie doen? Dan is het eerste wat ze zeggen, bidden. Wat kunnen we nog meer doen? Bidden. Wat kunnen we nog meer doen? Bidden. Dat is hun boodschap aan de kerk in vrijheid. Bid alsjeblieft voor ons. Misschien doe je dat ook wel. Dat je voor ze bidt. Misschien voor jezelf. 'S Avonds voor je gaat slapen. Misschien aan tafel rond het eten. In het algemeen. Of misschien gebruik je een gebedskalender. Maar wat moet je nu eigenlijk voor hen bidden? Onze meisjes en jongeren. Mooi dat er wat voor jullie zijn vanavond. Mee verbonden wellicht ook. Wat moet je nu bidden voor de vervolgde kerk? Je opdracht meegeven om het vanavond te doen voor je gaat slapen. Om voor hen te bidden. En wat bid je dan? Nu zeg je, nou, laten we maar bidden dat het snel stopt. Laten we maar bidden dat ze snel vrijheid krijgen. Een boekje dat geschreven is door Anne van der Bel, de oprichter van Open Doors, en Al Jansen, die jaren met Anne van der Bel samenwerkte, las ik het volgende. Al Jansen sprak met een voorganger in Egypte die hielp bij het organiseren van gebedssamenkomsten in Cairo. Tijdens dat gesprek vroeg Al hoe westerse christenen het beste voor hun broeders en zusters in Egypte konden bidden. De voorganger antwoordde, bid alsjeblieft niet voor ons, bid met ons. En Al Jansen vroeg hem, ja, maar wat bedoel je daar dan mee? Die voorganger zei, als jullie voor ons bidden, bidden jullie voor de verkeerde dingen. Jullie zullen bidden om bescherming voor de kerk. Jullie zullen bidden dat de vervolging afneemt. Wij bidden daar niet voor. Wat bid je dan wel? De voorganger zei, wij bidden God om de verlossing van Egypte. Wij vragen God om miljoenen moslims tot geloof te brengen. En wij bidden dat we vrijmoedigheid krijgen om goed van God te spreken. Al weten we wat het ons zou kosten. Wij bidden dat als de vervolging heviger wordt, dat we niet zullen vluchten. Maar dat we midden in de beproeving trouw zullen zijn. Zelfs al kost het ons het leven. Broeder, wil je je vrienden vragen om dit met ons te bidden? Om gewoon eens over door te denken. Bid niet voor ons, maar bid met ons. Vanavond willen we ons daarin oefenen door mee te bidden met de bedreigde kerk in Jeruzalem. Met Handelingen 4. Die gemeente gaat ook aan het bidden. En wat bidt die bedreigde gemeente dan zelf? Het thema heb ik boven de preek geschreven. Bidden met de vervolgde kerk. Bidden met de vervolgde kerk. En we volgen Handelingen 4 in 4 stappen. Om de naam bedreigd, op God gericht, door het woord bemoedigd en om vrijheid van spreken gevraagd. Dus bidden met de vervolgde kerk, om de naam bedreigd, op God gericht, door het woord bemoedigd en om vrijheid van spreken gevraagd. De Pinksterdag in Jeruzalem is het die bekende vraag van het Joodse volk aan de apostelen. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Dan zegt Petrus tegen hem, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. De naam. Als je het boek Handelingen van voor tot achter zou doorlezen, dan kom je dat steeds tegen. Die naam. Daar gaat het over. Om die naam wordt de gemeente bedreigd. De naam van Jezus, dat is zijn aanwezigheid. Dat is de Heer Jezus die aan het werk is.
Dat is het gezag van Jezus. Dus als je je laat dopen in de naam van de Heer Jezus, dan betekent dat dat je je onder zijn gezag laat brengen. Dat je hem als je meerdere erkent. Waren er op de eerste Pinksterdag 3000 die dat deden. En daarna worden er elke dag aan de gemeente toegevoegd. En iedereen om die gemeente in Jeruzalem heen, die is verwonderd. En die kijkt er met ontzag naar. Deels ook door de wonderen en de tekenen die gebeuren, waardoor de aanwezigheid van God niet te ontkennen is. En midden in die groeiende gemeente gaan op een dag Petrus en Johannes naar de tempel om op de vaste tijden te bidden. En als ze daar komen, wordt er een man gebracht die al meer dan 40 jaar niet kan lopen. Hij moet daar bedelen, te kunnen leven. Iedereen die langskomt, die vraagt hij, heb je wat voor me, alsjeblieft? Zo vraagt hij het ook aan Petrus en Johannes. En Petrus zegt, dat heb ik niet, maar ik heb wel wat anders voor je. In de naam, opnieuw, in de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en ga lopen. In de naam, in de macht van de Heer Jezus, sta op. En die man staat op en hij springt verheugd rond. Wat een wonder. De mensen die eromheen staan zijn verbaasd. Hoe kan dit nou? Dan zegt Petrus, jullie moeten niet naar mij kijken. Alsof wij dit hebben gedaan. Maar zijn naam, opnieuw die naam, heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. De Heer Jezus die gekruisigd is, maar die weer is opgestaan. En waar het over de naam van Jezus gaat, daar gebeurt het. Waar God zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapelletje. Waar God begint te werken en waar die naam van Jezus wordt grootgemaakt, daar begint de duivel tegenstand te bieden, twijfel te zaaien, boosheid te creëren. De Joodse leiders die komen op hen af en die nemen hen gevangen. En ze zetten ze een nacht vast, want het is al avond aan het worden. En de dag daarvoor, daarna moeten ze bij de raad komen. Kunt je die Joodse leiders trouwens goed voorstellen? 3 jaar lang hebben ze zich geërgerd aan de naam van Jezus. En nu dachten ze er eindelijk van af te zijn. Na dat misgelopen paasfeest. Al zijn oproer en gedoe. En nu begint het opnieuw. Weer die naam. Weer bij de tempel. Dan vragen ze dan de apostelen, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? En dan zegt Petrus het eerlijk, door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt. Die preek aan het begin van Handelingen leest. Zijn ze altijd heel eerlijk. Daar zit geen woord Spaans bij. Ze wijzen het haarscherp aan. Een zachte prediking. Er wordt gewoon gezegd wat op staat. Jullie hebben hem gekruisigd. Maar tegelijkertijd wordt het evangelie verkondigd. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En in zijn naam is het dat u deze man hier gezond voor u ziet staan. Ja, dat kunnen ze niet ontkennen, die Joodse leiders. Ze durven de apostel ook niet vast te houden. Maar ze dringen erop aan. Je mag het niet meer hebben over die ene naam. Daarover moet je zwijgen. Daar gaat het om in de vervolging, altijd weer. Het gaat die vervolgers echt niet om de christenen zelf. Het gaat ze altijd om die naam van Jezus. Die moet tot zwijgen gebracht worden. En waar die naam centraal staat en waar mensen die naam belijden en daarvan getuigen, daar begint er altijd weer iets van tegenstand te komen. Want de boze kan het niet uitstaan dat hij terrein verliest. De Heer Jezus. Dat het koninkrijk van God groeit en daarmee zijn macht krimpt. Die naam van Jezus klinkt, daar zie je tegenstand komen. Ik vind dat altijd wel iets heel spannends. Als we kijken naar onszelf. Als je dan die verhalen hoort, en gisteren waren het vooral de verhalen uit Syrië en India. Hoe kan het dat zij daar zo onder vervolging leven en wij hier al zo lang toch in grote vrijheid
mogen samenkomen. Het kan zijn, en dat wil ik met nadruk zeggen, dat God delen van zijn kerk vrijheid geeft. Dat kan. Mag ik dat als een zegen ervaren, dan mogen we ervoor denken. Maar laten we er ook eens eerlijk over nadenken bij onszelf. Zou het ook kunnen dat er bij ons rust is? Omdat er niet zoveel gestreden hoeft te worden. Ik bedoel dit. Het zal toch niet zo zijn dat er in ons leven, in onze kerken, in ons land rust is en vrede, omdat de duivel niet onze vijand is. Het zal toch niet zo zijn dat er hier rust is, omdat de naam van Jezus maar weinig klinkt. Omdat wij maar weinig getuigend staan in deze wereld. Laat dat niet de reden zijn van onze rust. Laten we daar eerlijk ook van de week voor onszelf maar biddend mee bezig zijn. Heren, hoe speelt uw naam nu een rol in mijn leven? En hoe ben ik nu wervend aanwezig en getuigend in deze wereld? De gemeente in Jeruzalem zorgde voor onrust en verwarring, omdat ze anders was, omdat ze een ander volgde, omdat ze wist van de Heer Jezus. En daarom heilzaam, storend aanwezig was, vertellend en getuigend. Hoe storend zijn wij aanwezig? Oh nee, niet dat we oproer moeten maken, maar wel dat we iets hebben te getuigen van Jezus. Dat wij iets hebben te getuigen, misschien juist ook wel in deze tijd. Van rust. Van veiligheid. We zongen dat, hè? Op u alleen. Nou ja. Gewoon eens eerlijk je afvragen. Is het echt waar? Bouw ik nu echt alleen op hem? Of zitten er nog heel erg veel andere dingen waar ik toch wel mijn veiligheid in vind? Mijn vertrouwen. Misschien zegt u, die naam die staat bij mij in mijn leven, als ik eerlijk ben, misschien wat aan de zijlijn. Misschien zeg jij wel, nou ja, ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet zo hoe ik tegenover Jezus en God sta. Categorisatie hebben we het er nog wel eens over. Ik hoop jullie ook. Dat er echt eerlijk aan toe gaat en open. En dan zijn er best wel eens jongeren die dat ook gewoon zo zeggen in de groep. Nou, dominee. Wel mooi en zo hoor, en dat horen we altijd wel, maar straks 18 ben. Ik denk dat ik niet meer kom hoor. Kan zijn dat je dat zegt, dat je er zo in staat. Misschien zeg je het niet, maar denk je het wel. Met de woorden van Petrus zeg ik dan tegen u en tegen jou, kom tot inkeer. Bekeer je, dat wil zeggen draai je om, niet langer weggericht van Jezus en van God. Maar naar hem toegekeerd, opdat je zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heere. Zoek de Heere en leef. Tweede, worden ze vrijgelaten. En dan gaan ze terug naar de gemeente. Blijkbaar is er een groepje van gelovigen bij elkaar op een plaats die voor deze twee broeders bekend is. En ze gaan er naartoe en ze gaan alles vertellen. Prachtig beeld, hè? Gemeente zijn is dat. Dat je een plaats vormt waar mensen terecht kunnen met hun verhaal. Met hun strijd. Met hun zorgen en moeites. In deze tijd wel echt een uitdaging, hoor, gemeente zijn. Ik weet niet hoe u dat ervaart. Elkaar tijden niet ziet. Zomaar wat langs elkaar heen kunt leven. Maar dan toch die roeping om gemeente te zijn, om een plaats te zijn waar je je thuis kunt weten. Om een plaats te zijn waar mensen ook weten, als ik in de knel zit, als ik moeite heb, als mijn geloof bestreden wordt, dan kan ik daar terecht. Daar kan ik in de onrust rust vinden. En als ik geen woorden meer heb, is daar een ander die voor mij bidt. Laten we de gemeenschap koesteren. En creatief zoeken ook naar manieren om de gemeenschap te ondersteunen. Zo komen we bij die broeders en zusters en dan vertellen ze wat er meteen gebeurd is.
welke dreiging er op hen geuit is. Dan ontstaat er geen paniek. Ze gaan ook niet een gemeentevergadering bijeenroepen van wat moeten we nu? Wat voor beleid hebben wij te vormen? Wat kan nog wel, wat kan niet meer? Moeten we misschien iets voorzichtiger zijn met spreken over de Heer Jezus? Nee, ze gaan direct in gebed. In diepe verbondenheid tot God. En ze leggen heel de situatie van de zorg en de dreiging maar voor hem neer. Wat bidden ze dan? Het eerste wat je dan moet leren over bidden, is dat ze niet direct beginnen met hun vraag en hun zorg. Ze worden eerst stil. Ze richten hun gedachten op God. En ze beseffen zich wie God is. Heer, wij komen bij u. Die God die de hemel en de aarde hebt gemaakt. Wij komen bij u die de Heer bent, de Heerser, de Machtige. En dat verandert meteen al heel wat perspectief. Ze komen net uit de Joodse raad. Dreigende leiders. Maar nu komen ze tot het besef, wij gaan tot de Heer, de Machthebber. Wij komen bij dreigende machthebbers vandaan, maar wij weten dat ze machteloos zijn omdat er een grotere God is. Een grotere leider, bij wie zij in het niet vallen. Zo begint bidden. En als je zo leert bidden, dan vallen de zaken op hun plek. Dan komt het weer in de juiste verhouding te staan. Dan krijg je het juiste perspectief ook op vervolging. Hoe sterk en zwaar de nood ook kan zijn, de helper is groter. Dat geldt niet alleen als we gaan bidden voor de vervolgde kerk, maar eigenlijk voor ieder gebed. Als jij gaat bidden, weet je wat je dan eerst eens moet doen? Gewoon even stil worden. Meteen beginnen met alles wat er op je hart ligt, maar even stil worden. En vraag jezelf eerst even af, wie is God eigenlijk? Tot wie ga ik eigenlijk? God, hij maakte de hemel en de aarde. God, hij zond zijn zoon om te vergeven. God, hij is hier, maakt zich bekend. En als je dat beseft, dan ga je anders bidden. Dan gaan ze bidden. Ze derde, dan worden ze door het woord bemoedigd. Wat gaan ze dan bidden, nadat ze zich hebben geconcentreerd op de Heer? Nou, ze gaan het verleden in herinnering brengen bij God. Ze zeggen, onze situatie doet eigenlijk wel denken aan Psalm 2. We hebben die psalm gelezen. David die ziet de volken in opstand komen tegen God en tegen de gezalfde van God. Tegen Israël. Tegen God zelf. En David besefte zich waar al die volken zo bijeenkomen en samenspannen en een verbond sluiten om te vechten tegen ons en tegen God. Daar lacht God in de hemel. Want al die inspanningen van die volken, ze zijn maar een slag in de lucht. En wat ze doen is vergeefs. Want welke koning denkt met succes op te kunnen komen tegen de God van de hemel? En als God zelf zijn gezalfde heeft aangesteld, wie denkt er dan van die gezalfde te kunnen winnen? Waar de gemeente Jeruzalem dat bedenkt, Psalm 2, daar wordt ze bemoedigd. Want als God toen de sterkste was en de volken hadden geen kans van slagen, dan zullen de vijanden dat nu toch ook niet hebben. Dat je in je strijd wordt bemoedigd door het woord van God. Die dreiging vanuit de Joodse raad, die zal het koninkrijk van God niet tegenhouden. De dreiging in Noord-Korea ook niet. De grote taal van de overheden in India ook niet. Dat ze de kerk binnen enkele tijd zullen uitbannen uit hun land. U denkt toch niet dat de machthebbers van India de komst van het koninkrijk kunnen tegenhouden? Nu denk toch ook niet, je hoort het wel veel, hè? Misschien herken je het wel. Hoe zal het straks zijn als er ooit een periode na corona komt? Komt dan de volle kerk in Nederland weer terug? U denkt toch niet
dat de macht van corona groter is dan de macht van God. Nee, ik zeg niet dat de kerk straks weer even vol zit als daarvoor, dat weet ik niet. Maar laten we onze angst wel in verbinding brengen met ons vertrouwen op God. Hij is toch de machtige, de God van hemel en aarde. Ook als broeders er maar in bemoedigen, God is trouw. Loopt hem niet uit de hand, echt niet. En dat woord legt de gemeente van Jeruzalem dan terug bij God. Dat is bidden met je Bijbel open. Dat is naar God gaan en een beroep doen op wie hij is, zoals hij zich bekend maakte. Heere, zo bent u, dat hebt u toch zelf gezegd? Dat is wat je moet leren trouwens, hoor, bidden. En ook bidden met je Bijbel open. Het bezig zijn met dat woord van God. Dat betekent dat je dat woord wel moet kennen, hè? Want als ze daar komen, Peter en Johannes, en ze vertellen dat aan de gemeente wat hen gebeurd is, dan komt de gemeente als vanzelf bij Psalm 2 uit. Dat is heel moois. De gemeente kende dus de psalmen. Kende het woord van God. En toen ze die omgeving zagen en die dreiging zagen, toen wisten ze ook meteen waar ze in het woord moesten zijn. Zorg dat we thuis zijn in het woord. Dat als iets ons leven treft, dat wij weten waar we het vinden moeten. Waar de beloften van God liggen. Bijbel gaan lezen in crisistijd is eigenlijk te laat. Je moet voorbereid zijn op de crisis. Dat is ook de boodschap die Open Door steeds heeft. Waarom ze die toerustingscursussen geven in al die landen waar dreigende vervolging komt. Dan gaan ze de gemeente toerusten. Je moet weten wat je doen moet als het komt. Zorg dat je de schrift kent. Dan kun je er ook mee bidden. Misschien denk jij dat ook wel eens. Dus avond, misschien heb je de gewoonte om 's avonds voor je gaat slapen te bidden. Je deed dat op maandag, en op dinsdag, en op woensdag. En op donderdag dacht je misschien, wat moet ik nu nog bidden? Jongeren, dan sta je daar niet alleen in, hoor. Besef je maar dat heel veel ouderen dat ook hebben. Wat moet ik nu nog bidden? Altijd maar weer datzelfde. Nou, je kunt leren om het anders te doen. Door je Bijbel erbij te gebruiken. En een hulpmiddel is dat je bidt met de 4 B's. En ze zijn niet zo moeilijk te onthouden. Dat is bedenken, bedanken, beleiden en bidden. Dat je voordat je gaat bidden je Bijbeltje pakt en zomaar een paar versen leest. Niet te veel, gewoon een klein stukje. En dat je 4 dingen aan jezelf afvraagt. Bedenken, wat kan ik nu hiervan leren van die 2, 3, 4 versen die ik lees? Over God, over mezelf. Waar kan ik de Heere God nu voor bedanken als ik dit lees? Wat moet ik aan de Heere belijden? Dan waar kan ik hem om bidden? Bidden met je Bijbel open is dat. Gewoon je afvragen, wat kan ik vanuit deze woorden uit de schrift nu bij God brengen? Dat deed de gemeente in Jeruzalem met Psalm 2. Ze lezen Psalm 2 en ze ontdekken daarin, wat kan ik hiervan leren, wat kan ik bedenken? O God is de machtigste schepper van de hemel en de aarde. Waar kan ik hem voor bedanken? U hebt alle macht. Waar kan ik u om bidden? Dat u dat ook vandaag laat zien. Trouwens, tussendoor, het is wel heel confronterend dat de gemeente in Jeruzalem Psalm 2 gaat bidden. In Psalm 2 zijn het de heidenvolken die zich verzetten tegen God. Die zich verzetten tegen Israël. En nu is het de gemeente, de apostelen, die moeten bidden. De heidenen komen in opstand tegen u. En de stammen van Israël. Jood en heiden spannen samen tegen Christus. Jood en heiden hebben elkaar daarin dus ook niets te verwijten. Maar zelfs waar ze samen spannen tegen God, tegen de Messias, is het tevergeefs. Ze zullen het niet winnen, want het gaat om de zaak van God. Dan gaan ze bidden in Jeruzalem. Waar vragen ze om? Nou, om vrijheid van spreken, dat is het 4e. Zoals die broeder uit Egypte zei, bid niet omdat de vervolging bij ons weggaat, maar bid dat we vrijmoedig zullen zijn om te blijven getuigen wat het ons ook kost.
Vanuit Psalm 2 slaat de gemeente Jeruzalem de brug naar het leven van nu. Toen sprak God tot David: het is zinloos wat de vijand doet. En dan zegt de gemeente Jeruzalem: ook nu, Heere, sla acht en geef ons vrijmoedigheid. Zoals u het toen deed bij David, doe het vandaag bij ons. En doe het vandaag bij de vervolgde kerk, ver weg. U deed het in het verleden, doe het ook nu. Heer, u ziet alles wat er gebeurt op aarde, u slaat er acht op. Neem het waar, let op het gedreig van de vijand. En dan stopt ook dat gebed. Een leerpunt voor ons. Neem het waar, o God. Let op het gedreig. De apostelen gaan vervolgens niet zeggen tegen God wat hij ermee moet doen. Leggen ze bij de Heere neer. Heer, dat is aan u. Wat u met die vervolgers doet. Maar help ons om midden in die vervolging, midden in die dreiging te doen waartoe u ons geroepen hebt. Waartoe is de gemeente dan geroepen? Handelingen 1, vers 8, jullie zullen mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot het uiterste van de aarde. Dat is de taak van de christelijke gemeente, dat is uw taak. En dat is jouw taak, hoe jong je ook bent. Getuigen van de Heer Jezus. En daarom bidt die gemeente, en laten we maar meebidden voor onszelf en de broeders en zusters in nood. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Vrijmoedigheid? Dat is een moeilijk woord, hè? Vrijmoedigheid. Gebruiken we niet zo vaak. Wij denken dan vaak aan innerlijke moed. De durf om iets te zeggen. In de kantine. Als je sportvrienden, als je met elkaar wat gaat eten, durf ik het om even te bidden of niet? De innerlijke moed. Oorspronkelijk heeft het een hele andere betekenis, vrijmoedigheid. Het is een woord uit de Griekse politiek. Het is een woord dat ging over het democratische recht dat iedere burger mocht zeggen wat hij op zijn hart had. Vrijmoedigheid, dat is dat je recht van spreken hebt. Vrijheid, ruimte krijgt om iets te delen. En daar vraagt de gemeente om. Heer, geef ons ruimte om het evangelie te delen. Van buiten dat de wereld het toestaat. En van binnen dat het zomaar vanuit mijn hart komt. Geef het me gemoed om te getuigen van de Heer Jezus. En schep ruimte voor uw woord. Nee, bewaar ons niet voor de dreiging. Maar laat de dreiging uw woord niet tegenhouden. Geef daarom tekenen. Zodat mensen zien dat u er bent. En zodat er ruimte komt om te getuigen. Denk maar aan dat wonder wat net gebeurd is. Handelingen 3, Handelingen 4. Waarom konden die apostelen nu spreken tegen het volk? En waarom konden ze spreken tegen de Joodse raad? Omdat God een wonder van genezing had gegeven. En daarom vragen ze hier, de gemeente, geef ons opnieuw tekenen. Zodat er opnieuw ruimte ontstaat bij de mensen om van u te spreken. Maak ruimte bij mensen om het woord te horen. Wellicht gebruikt de Heere zo ook deze coronatijd. Dat hij er doorheen werkt. Dat er ruimte komt bij mensen om iets te horen. Als ze de eigen veiligheid kwijt zijn. En als ze beseffen, we hebben het zelf niet in de hand. Het zou zomaar kunnen zijn dat er iets voor ruimte komt om te zeggen, ja, maar dat hoeft ook niet. Ben je bang? Dat snap ik. Want je zoekt het bij het verkeerde. Worstel je ermee dat je jezelf niet redden kan? Dat snap ik. Wij zijn geschapen met een gerichtheid op God. Je moet bij hem zijn. Ruimte voor het woord, voor die ene naam. Want de wereld heeft die ene naam zo nodig. En uw buren ook. En jij ook. Want er is geen andere naam waardoor we moeten zalig worden dan de naam van Jezus. En daarom moet die naam van de Heer Jezus de wereld over. Tot achter de muren, tot over de grenzen. Want zonder die naam van de Heer Jezus zijn de beulen in Noord-Korea verloren. Geloof je dat? Zonder die naam van de Heer Jezus zijn de koningen en de machthebbers, of ze nu verkozen zijn of niet,
verloren. Zonder die naam van Jezus ben ik verloren. Nu ook. En jij ook. Daarom is er ruimte voor het woord van God nodig. Vrijmoedigheid. Omdat wij die naam moeten horen. Daarom zijn we hier. Daarom bent u mee verbonden. Om die naam van Christus. Dan klinkt het vanuit Psalm 2 uitnodigend. O ja, de vijand is kansloos, zeker. Maar die vijand die krijgt nog ruimte voor genade. Nu dan handel verstandig en laat je onderwijzen. Wat moet je doen? Dien de Heere met vrees. Zalig als je tot hem de toevlucht neemt. Voor vijanden van God. Voor vervolgers. Voor meelopers, ook in de kerk. Is er redding in die naam van Jezus. Bid het maar mee met de vervolgde broeders. Ook voor vervolgers. Vandaag en morgen en steeds maar weer. Misschien zeg je, help dat dan bidden. Wordt al zoveel gebeden voor de vervolgde kerk en tegen de bedreigers. Moet je vanavond maar eens even in je agenda kijken. Kijken welke avond je komende week vrij hebt. Welke je vrij kunt maken. Dan moet je maar even de open doorzag van gisteren opzoeken. 2,5 uur duurt het. Moet eens kijken. Dan hoor je het of bidden helpt of niet. God doet grote dingen. Ook op het gebed. Laten we het meebidden met de gemeente. Heere, vul ons met uw geest. En maak ons vrijmoedig. Omwille van de naam van Jezus. Bid u mee. Bid jij mee dat die naam zal klinken, velen zal bereiken en dat ze tot leven komen, zij en wij. Amen.
Laten we de Heere bidden en danken. Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt. En alle dingen die daarin zijn. U bent die God die bij monden van David hebt gezegd, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is. Heere, sla acht op bedreigingen van vervolgers. En geef uw dienaren met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Zo bidden wij met onze vervolgde broeders en zusters. Sla acht op de bedreigingen, wij leggen het in uw hand. En geef zij die u volgen met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Geef hen en ons de innerlijke moed om te getuigen. Misschien op grote momenten, maar veel vaker ook op kleine momenten. Om te laten zien dat wij het van u verwachten. Dat wij u willen dienen, u willen volgen, u willen liefhebben. Door te bidden. Soms zomaar in de kantine. Misschien wel als de enige. Door te spreken van hoop in hopeloze situaties. Door daar waar mensen angstig zijn en onrustig door alles wat er om ons heen gebeurt, iets uit te stralen van de rust en het vertrouwen dat wij bij u veilig zijn, wat ons ook treft. Wij bidden u, geef ons innerlijke moed, maar geef ook de ruimte om ons heen om te getuigen. Vervul ons zo met uw geest, dat we ervan overlopen. En geef dat ook aan de broeders en zusters in verdrukking. Geef ons vrije ruimte om het blijde nieuws van redding in uw naam te delen. Geef gelegenheden en laat ons die gelegenheden ook zien en ze aangrijpen om goed van u te spreken. Dat uw naam de eer ontvangt en velen bij u het leven vinden. Bid u voor diegenen die vervolgd worden, dat u ze vervult met een overvloed van uw genade en een volheid van uw geest, zodat ze het kunnen wat u aan hen en ons vraagt, om onze vijanden lief te hebben. Geef hen wat nodig is om goed te doen aan degenen die hen haten, om te zegenen degenen die hen vloeken, om te bidden degenen die hen lasteren. Geef uw genade aan kinderen die vervolgd worden, omdat ze van u houden. Aan volwassenen die bedreigd en gemarteld worden, omdat ze het van u zoeken. Geef ze zoveel genade dat ze het kunnen, om degene die hen op de ene wang slaan, ook de andere toe te keren. Dat gaat ons mensen ver te boven. En daarom bidden wij om uw genade, voor hen en voor ons. Opdat uw kerk onder vervolging niet vlucht, maar trouw zal blijven. En met deze broeders en zusters bidden wij om verlossing voor de landen en de mensen waartussen ze zich bevinden. Dat ze die naam leren kennen, die ene naam, Jezus. Trek miljoenen tot u, juist ook uit de tegenstanders. En geef die enkelingen die van u weten in deze landen de moed en het verlangen om te delen, koste wat kost. Heere, leer ons om in onze vrijheid vast te houden aan het evangelie. Om radicaal anders te zijn, omdat wij een ander volgen, burgers zijn van een ander koninkrijk, het koninkrijk van u. En laat ons zo hier getuigen zijn. Bewaar ons voor lauwheid. Bewaar ons voor een leven waarin u niet de plaats krijgt die u waard bent. Bewaar ons voor een christendom zonder de genade van Jezus Christus. En vergeef ons waar het getuigenis bij ons verstomde. Waar ons hart niet op u was gericht. Heere, bekeer ons ervan. Kom, Heilige Geest. En vul ons. En vul ons opnieuw.
danken u voor het voorrecht van een gemeente. Ook al leven we als gemeente in een vreemde tijd. Maar wat een zegen om een plaats te hebben waar we rust mogen vinden. Eensgezindheid, broederschap. Mensen die met en voor ons bidden. Die meedragen in ons lijden. Laat de gemeente hier ook zo'n warme plaats zijn. Van geborgenheid en bescherming. Wij bidden u voor hen die ziek zijn. Door corona of door andere ziekten. Wij bidden u voor hen uit ons midden en uit onze woonplaats. Die getroffen werden door corona. Door hun lichaam of op andere wijze. Die getroffen werden ook door maatregelen. Dus het gebed, geef ons vandaag ons dagelijks brood. Opeens zo'n andere lading krijgt. Omdat we niet meer alleen hoeven na te denken over brood voor later. Maar ook brood voor nu onder spanning staat. Leer ons dan in dat vertrouwen te leven. Dat u heden geeft. Wat wij heden nodig hebben. En morgen. Morgen zal dan weer morgen zijn. Wij bidden u voor jongeren. Juist ook in deze tijd. Waar de gemeente makkelijk verder van het netvlies raakt. Dat we elkaar minder treffen. Houdt u ze vast bij uw genade. Wij bidden u voor kinderen die normaal gesproken in deze leeftijdsfase zouden meegroeien in het bijwonen van de kerkdiensten. Waar het nu zoveel moeilijker is en waar het ritme van de zondag zwaar kan vallen in gezinnen. Wil uw bijstand geven. Wil helpen om ze erbij te betrekken en ze mee te nemen. Houdt u ze vast, Heren. Bid u voor de wereld om ons heen waar zorg is. Nood, spanning en verdeeldheid. Hier. In andere werelddelen. Laat eenheid gevonden worden in u. In uw bewogenheid. Voor anderen. Heren, ga zo met ons. Ook in de week die voor ons ligt. Bewaar ons. Bewaar ons boven alles dicht bij u. Dicht bij uw genade. Help ons om in gebed en getuigenis te strijden. En u te dienen. Heer, hoor ons bidden. En ga met ons. En ga met heel dat lichaam waarvan u het hoofd bent. De kerk van Jezus Christus. En met hen bidden wij en besluiten wij onze gebeden en onze dank met de woorden van de Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen verder in Psalm 2 en we zingen nu de versen 4 en 7. Psalm 2, de versen 4 en 7.
jullie en u wordt geroepen om de wereld weer in te gaan. Biddend en getuigend. Ontvang daarvoor de zegen van de Heere, om zelf ook tot een zegen te kunnen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.